Alle zaken op een rijtje is de komende weken te gast bij onderzoeksinstituut Flanders Make. Zij helpen bedrijven om de stap naar Industrie 4.0 te zetten. Industrie 4.0 is een term die voor het eerst in 2011 gelanceerd werd in Duitsland tijdens de Hannovermesse. Het gaat niet over een modeterm of een hype. Het gaat wel degelijk over een diepgaande transformatie van de industrie, de vierde industriële revolutie. Sleutelbegrippen hierbij zijn enerzijds een totale digitalisering van alle processen. Ten tweede dat de producten steeds slimmer worden, uitgerust met sensoren en actuatoren. Maar ook dat zowel de producten als de productiesystemen geconnecteerd zijn via het internet, het zogenaamde Internet of Things. Wel, Industrie 4.0 gaat ook over een aantal nieuwe technologische pijlers. Enerzijds een aantal pijlers die te maken hebben met de productiesystemen, robotisering, maar ook de zogenaamde collaborative robots die samenwerken met operatoren, maar ook nieuwe technologieën zoals 3D-printing, additive manufacturing. Tegelijkertijd gaat natuurlijk in Industrie 4.0 heel wat data verzameld worden. Die data leiden tot slimmere productiesystemen, maar ook tot slimmere producten. Die data, dat betekent dat je heel veel gebruik maakt van IT-technologie, cloud computing, maar ook nieuwe dingen zoals artificiële intelligentie en deep learning om de zaken te optimaliseren. Dus het gaat hier wel degelijk over zowel een technologische transformatie als een business transformatie. Een van de grote uitdagingen voor Atlas Copco is de reductie van zijn CO2-afdruk. Het is onze ambitie om tegen 2030 onze CO2-afdruk met 50% te reduceren. Om dit te doen, moeten we onze machines milieu-efficiënter maken. Wanneer ik dan spreek van machines, bedoel ik niet alleen onze compressoren bij onze klanten, maar ook onze machines in onze eigen productieruimte. Onze fabrieksvloer is ondertussen geëvolueerd naar een smart factory, waarbij de analyse van data onze processen transparanter maakt. Zo kunnen we bijvoorbeeld de marges voor componenten herdefiniëren op basis van de data die we hebben, maar kunnen we ook de bottlenecks in onze productie vroeger identificeren en de resources daaraan toewijden. Wij gebruiken ook robots en cobots, vooral om repetitieve taken van onze operatoren over te nemen, zodat zij op langere termijn meer efficiënte en complexere taken aankunnen. Volgende week blijven wij bij Flanders Make en zoomen we binnen de Industrie 4.0 in op de toepassingen op voertuigen.